Stel je voor dat vrouwen en meisjes in al hun diversiteit over hun eigen rechten beschikken. Dat ze gelijke toegang hebben tot onderwijs en gezondheidszorg. En gehoord worden in besluitvorming op alle niveaus. In zo'n wereld zouden vrouwen niet harder dan mannen door een crisis worden getroffen. Maar zover zijn we helaas niet. De klimaatcrisis raast verder. En de rechten van vrouwen worden nog steeds geschonden. Bij natuurrampen zoals orkanen, overstromingen en droogtes zijn vrouwen extra kwetsbaar voor geweld, kindhuwelijken en mensenhandel. Hun toegang tot natuurlijke rijkdommen zoals water wordt moeilijker. Ze zijn vaak armer en hebben minder toegang tot zorg en onderwijs. Dus moeten we in actie schieten. Rijke landen moeten middelen vrijmaken om de toenemende genderongelijkheid door de klimaatcrisis recht te trekken en discriminerende wetten af te schaffen. Want zij die het minst bijdragen aan de klimaatcrisis ondervinden nu al zware gevolgen. Vind jij dat normaal? Kom in actie op elf.be/klimaatactie.